Als het EK of WK voetbal is, dan kleden alle Nederlanders zich oranje, doen ze hun klompen aan en zetten ze hoedjes op met afbeeldingen van Delfts blauw-wit. Nederlands, dat kan eigenlijk bijna niet. Ook wanneer u hier door het museum in Middelburg loopt, dan voelt u zich waarschijnlijk op en top Nederlander. Alle herinneringen aan de historische plek Middelburg, de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, de VOC, de reizen naar Indië met scheurbuik, de overwinningen op de Portugezen, noem allemaal maar op. Maar natuurlijk vooral het porselein. De vazen, de bordjes, de beeldjes met afbeeldingen van Delfts blauw-wit. Tijdens het wandelen door deze tentoonstelling bent u misschien ook al iets meer te weten gekomen over de geschiedenis van porselein. En weet u inmiddels dat porselein van oorsprong eigenlijk een Chinese traditie en een Chinese uitvinding is. Het originele, oorspronkelijke Nederlandse porselein is eigenlijk meer een kopie van het Chinese porselein. Het is zelfs zo dat Nederlanders in het begin niet in staat waren om zelf porselein te maken, maar alleen aardewerk konden maken. Maar wat is nu echt authentiek? Dat is eigenlijk heel moeilijk te benoemen. Je zou kunnen zeggen dat authenticiteit eigenlijk per definitie een sociale of historische constructie is. Authentiek is een voorwerp of een product of een mens pas op het moment dat wij met z'n allen dat voorwerp of die product of die mens als authentiek of echt bestempelen. Wanneer de romantici aan het einde van de 18e eeuw en het begin van de 19e eeuw de natuur als authentiek bestempelen, dan laten ze daarin eigenlijk bewust of onbewust heel veel informatie weg. Natuurvolkeren worden wel als authentiek bevonden, maar wat echt is aan die natuurvolkeren, dat komt eigenlijk niet naar voren en wordt heel erg geromantiseerd. Zo laten de romantici weg dat het soms ook heel hard leven is in de natuur, dat je op de vlucht moet voor wilde beesten, dat je zelf je eten moet verzamelen, dat je moet jagen, dat het vervelend is om slecht weer mee te maken enzovoorts. Wat echt is aan de natuur, dat brengen de romantici niet naar voren, maar dat maakt voor de constructie van authenticiteit op sociaal niveau eigenlijk niet uit. Dat authenticiteit een sociale constructie is, laat eigenlijk ook het voorbeeld zien van het bord met de afbeelding van de abdij in Middelburg erop. Als je die vergelijkt met de twee flessen in Amsterdams Bont, dan lijken die twee flessen veel authentieker dan het bord. Dat komt omdat op die flessen twee draken beschilderd zijn en die draken die herinneren ons aan de plek waar oorspronkelijk het porselein vandaan komt, namelijk in China. Toch is het zo dat het bord eigenlijk authentieker is dan de twee flessen. Twee flessen werden namelijk wel in China gemaakt, maar werden in Amsterdam en in Delft beschilderd. Terwijl het bord zowel in China gemaakt werd als in China werd beschilderd. Eigenlijk is dus het bord authentieker dan de twee flessen.